Hi, ik ben Lola, ik ben 19 en ik begin in april aan de koksopleiding bij Lotte en de Walvis in Leiden. Ik ben Dylan, ik ben 20 jaar. Ik werk hier bij de Harbour Club in Den Haag en ik doe de koksopleiding. Nu de horeca weer helemaal open mag, zijn Lola en Dylan heel gemotiveerd om in de horeca aan de slag te gaan. Ja, ik ben helemaal gek op eten. Ik hou van alles met eten. En toen zag ik deze vacature en dacht ik, ik wil heel graag een vak leren. Ik wil niet meer 5 dagen naar school. En toen dacht ik, nou, super. Het is wel veel uurtjes, maar met een gezellig team, dan doe je een stapje extra voor elkaar. Hard werken. Hard werken, maar wel gezellig. Ik heb echt het idee, gewoon het gevoel dat we nu echt het ergste gehad hebben. En dat het gewoon weer, dat de horeca weer helemaal op gaat bloeien. Toch is het personeelstekort bij veel horeca nog groot en loopt bij sommige horecaopleidingen het aantal studenten terug. Het is dus de vraag of jonge mensen nog wel zin hebben in de horeca. Ja, dat is denk ik toch nog wel een beetje de vraag inderdaad. Want vroeger is de horeca natuurlijk niet, en laten we eerlijk zijn, niet de beste werkgever geweest. Maar dat is denk ik wel het goede van corona geweest. Dat daar nog eens een keer goed naar is gekeken, dat de cao beter wordt. Waardoor mensen denk ik toch wel weer, kijk, horeca blijft toch wel heel aantrekkelijk voor jonge mensen. Of het een bijbaan is of vast, het is gewoon de gezelligheid die iedereen heel graag opzoekt in de horeca. Beide koks in opleiding hebben ondanks corona en de gevolgen ervan voor de horeca niet getwijfeld over hun keuze. Helemaal niet over nagedacht eigenlijk. Ik dacht juist, wanneer kan ik beginnen, wanneer mag ik weer, wanneer kan ik weer hier staan, dat soort dingen. Als allereerste wil ik zeggen dat ik vind dat deze opleiding echt ontzettend goed betaald. Helemaal voor iemand van mijn leeftijd die niet gediplomeerd is of iets, vind ik dat het heel goed betaald. Twee, de GGD, dat werk achter een computer, bellen, dat is gewoon niks voor mij. Hier ben je echt bezig, de tijd vliegt, dat vind ik veel leuker.